Michel, de eerste gerechten zijn al meegegaan. We zijn dan weer naar de volgende gerechten aan toe werken. Ja, dat is lastig, want die andere drankjes zijn in principe allemaal berekend. Jij bent al 10 jaar, net iets meer, al meesterchef. Meesterkok, ja. Meesterkok. SVA, meesterkok. Dat was een jongensdroom. Het hoogst haalbare kunnen bereiken in je vak, dat is SVA, meesterkok. Dat was een droom. En ja, je leert in je loopbaan en op een gegeven moment maak je stapjes in je ontwikkeling. En er komt een keer een dag dat je klaar bent om die proef af te leggen. En die is pittig, want je wordt door de wol geverfde SVA meesterkoks die zich al lang bewezen hebben, een hele dag gevolgd in je eigen bedrijf, bij elke stap die je zet. En dan staan ze gewoon links en rechts naast je schouder te kijken hoe jij je vak aan het uitoefenen bent. En het gaat dus niet alleen over het koken, wat natuurlijk heel belangrijk is, maar ook over je filosofie achter het koken, je stijl van leiding geven, communicatie, je calculaties. Het is een compleet plaatje en dus heel pittig. Als je dan aan het eind van zo'n hele lange dag hoort dat je bent geslaagd, dan geeft dat zo ontzettende kick en heel veel voldoening. Ja, heel mooi dat we hebben in de video ook gezien dat je je 10-jarig jubileum ook gevierd hebt. Heel mooi. Waarom die keuze voor jou om dat te doen? Want het is niet, dat doet niet iedereen. Het was nog nooit gedaan. En het zat al een tijdje in mijn hoofd. Ik liep er eigenlijk al maanden over na te denken van, hey, zou dat niet eens een leuke aanleiding zijn om wat leuke gasten uit te nodigen? En dat idee is meer vorm gaan krijgen. En ik heb het besproken met de gastheer eigenaar van het Nonnetje, Robert-Jan Nijland. Die was gelijk enthousiast. En we hebben een fantastische dag beleefd. Een perfecte dag met familie, vrienden, collega's, leveranciers. Om dat feit met elkaar te vieren. En het was een dag met een gouden randje. Ik zal het nooit meer vergeten. Ja, en je bent natuurlijk chef bij het Nonnetje. 2 sterren. Kan je iets vertellen over het Nonnetje? Wat is jullie stijl? Ik heb de leukste baan van Nederland. Chef-kok van het Nonnetje. Een prachtig podium om het mooie koksvak uit te oefenen. Een geweldig team om me heen. En thuis een lieve vrouw en dochter die mij steunen en begrijpen. En mij die ruimte geven 5 dagen in de week om mijn vak uit te oefenen op de manier waarop ik dat graag doe. Dus ja, dat is geweldig. Mijn leven is een jongensboek. En voor het Nonnetje zijn voor mij in mijn loopbaan alle puzzelstukjes perfect in elkaar gevallen. Ja, en er is wat hectiek hier op de achtergrond. Het is lekker druk. Wat maakt op jou het meeste indruk tijdens het evenement? Dat je met elkaar samen een event neerzet, dat vind ik echt geweldig. En ik hoefde ook geen seconde na te denken toen Chitsen mij vroeg om hier deel van uit te maken. Een geweldig goed doel wat je steunt. En vooral met elkaar hier iets heel moois neerzetten. Die gasten blij maken, die glimlach op het gezicht van de gast. Kijk, daar doe je het voor. Heel veel succes nog en de chef zit er bijna op. We gaan nog even knallen. Veel plezier. Zo, dames en heren, het eerste uur zit er alweer op. Het gaat hard. Ik wil bij deze vanuit mezelf en ik hoop ook vanuit jullie Michel van der Krof bedanken en zijn team voor de eerste 3 gangen. Michel, bedankt. Ik denk een applausje waard. Ook ik wil... U allen bedanken dat u hier was. Ik wil mijn team bedanken, mijn sous-chef Yannick, mijn derde man Merwin en Wouter, onze stagiaire. Bedankt dat u er was, hele fijne dag nog en geniet ervan.